Het begint bij mij vaak met lijnen. Kleuren. Maar de ene keer zijn die kleuren heel uitbundig en de andere keer hou ik het heel ingetogen. Zij durft zichzelf bloot te stellen in haar werk. Dan denk je van ja, het leven heeft meer kanten dan de zwarte en de grijze kant. Voor mij was het zo thuiskomen. Thuiskomen in de emoties die zij in haar werk heeft. En dat gaf mij dus heel veel steun en rust eigenlijk. Mijn drijf is om buiten de lijntjes te kleuren. Die beweging moet eruit. Zij praat in vormen en niet in woorden. En kijkt ons eigenlijk stom verbaasd aan dat we dat niet begrijpen. En dat is een beelddenker. Dan ben je echt de fase van het woord helemaal voorbij. Op een gegeven moment neemt het enigszins bezit van je en stuurt het me. Het gebeurt gewoon, ik heb geen idee waar ik door gestuurd werd. Ik doe maar wat, hè.